Den Helder. Stad aan zee. Precies op het randje tussen rust en reuring. Altijd een frisse wind door de straten die alles met elkaar verbindt. Wonen en werken, leven en leren, de kust en cultuur. Want Den Helder heeft altijd het beste van beide. Thuiskomen en erop uitgaan. Creëren en recreëren. De stilte en de storm. Den Helder kan je nieuwe baan zijn. Je nieuwe huis, je nieuwe toekomst. We bouwen, herbouwen, verbouwen. Timmeren altijd aan de weg. En we groeien. Ontwikkelen is onze tweede natuur. Zoals de natuur ons tweede thuis is.
Nergens liggen ze zo dicht bij elkaar als hier. Een stad van oude ambachten en nieuwe technologie. Van verdedigingslinie en wereldwijde veiligheid. Van offshore en in de haven. Hier schuurt het verleden tegen de toekomst. En laat ons zien waar we van gemaakt zijn. Standvastig, maar buigzaam, vinden we ons telkens opnieuw uit. Bij tegenwind laveren we. Bouwen we weer op. Den Helder is je opladen aan wind- en zonne-energie. Je hart luchten. Den Helder is uitgaan tegen het decor van een oude werf. Het is een drankje pakken met vrienden, een film of een museum, een goede golf misschien. En kansen, die ook, er liggen er genoeg. Den Helder, het einde van de wereld, zei je. Hier begint het pas. We were true to the game before there was a game. Loyal to the ball before there were buckets. When Spalding created our first basketball in 1894, we didn't follow the competition. We set the standard. And we never stopped innovating, improving, adapting to meet the changing needs of the player and the game. We didn't make the rules. We made the ball. I'm gonna make you mine.
Dames en heren, welkom bij de inhaalwedstrijd tussen de Den Helder Suns en Triple Threat. We beginnen met het voorstellen van de tegenstander. Nummer 0, Roos Warmenhoven. Nummer 1, Iris Venema. 2, Phoenix Totijn. 5, Floor Kleihorst. 6, Quinta van Schijndel. 8, Pien Hartman. 10, Nikki Kleihorst. En 11, Genisin Brudet. Coach Dominique Schemmekes. Den Helder Suns. Nummer 5, Yannick van Veen. 7, Kiki Fleuren. 8, Amber Leber-Bessie. 9, Eline van Es. 10, Lotte Torenstra. 14, Zoe Slachter. Priscilla van Es, nummer 16. 21, Courtney Treffers.
23 Lynn Tamas en 33 Janice Nadiba Boonstra. Coach is Mario Bennis, geassisteerd door Wanda Hesselink en Ditta van Kalsbeek. De scheidsrechters vandaag zijn de heren Walst, Van der Riet en Van Ruiven. Goedemiddag basketballuisteraars. Vandaag hebben we Den Helder tegen Triple Threat op het programma staan. De vaste commentatoren Tom Boosman en Laura Kooi die zijn er niet. Daarom ben ik er, Romee van der Vlies. Ik heb gisteren mijn debuut gemaakt. En naast me zit Marloes Roetgering. Hoi. Hoi, welkom Roet. Dankjewel. Leuk dat je er bent vandaag. Nou, vind ik ook. Ja. Nou, we hebben dit nog niet echt eerder gedaan. Dus, nee, het is ons debuut samen. Ons debuut samen. Dus we gaan ons best doen. Wat kunnen we van de wedstrijd vandaag verwachten, Roet? Wat denk jij? Ja, wat kunnen we verwachten? Ik denk, zij zijn laatste geplaatst in de competitie. Dus, en wij zijn de eerste geplaatst. Dus het is wel een krachtverschil tussen de twee teams. Ik hoop op een hele leuke wedstrijd en dat iedereen speeltijd krijgt. Ja. En voor de rest is het een beetje kijken hoe het team van Triple Threat eruit ziet. Jazeker. Ik denk dat we het team beide niet zo heel goed kennen. We weten dat er jonge speelsters in zitten. Er zitten denk ik een paar talentvolle meiden in het team. Ja, dat klopt. En een paar speelsters van vorig jaar, een paar dragende speelsters van vorig jaar, waardoor ze best wel goed waren vorig jaar, zijn er niet meer. Nee. Naomi Halman, Janine Guit. En Katie Bussie waren natuurlijk vorig jaar de goede speelsters met heel veel ervaring. Ja. En dit jaar is het wat ik zo zie op het eerste gezicht, een heel jong team. Ja. Ja, en Den Helder heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring. We staan niet bovenaan ongeslagen. Dus ik denk dat het een lastige wedstrijd gaat worden voor Triple Threat. Maar ik hoop wel op een leuke strijd. Ik hoop het ook. En onze stad in de vijf is gewoon net even een stukje beter dan de stad in de vijf van Triple Threat. Zeker. Maar goed, daarom kan het nog wel een leuke wedstrijd worden. Ja. Ja, Den Helder start weer met de vaste basis 5, zoals Mario eigenlijk altijd al start. Ik hoop dat vandaag de jonge speelsters bij Den Helder ook wel een kans gaan krijgen. Ik hoop het ook. Het zou leuk zijn. Hartstikke leuk zijn, omdat die natuurlijk ook altijd meetrainen. En ook met dit soort wedstrijden een paar minuten kunnen maken. Ja. En gisteren hebben ze natuurlijk ook gespeeld. Ja,
Dus de meiden die gisteren veel hebben gespeeld, die zullen de wedstrijd nog wel een beetje in hun benen voelen. Dat denk ik wel. Dus dat is een mooie gelegenheid. Kunnen ze een beetje kijken naar die jonge speelsters. Ja. Maar ja, dan moet er wel eerst even een gaatje geslagen worden. En dat is nog de eerste opdracht, denk ik. Zeker weten. Nou, ik ben benieuwd of de meiden scherp gaan starten vandaag. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Nou, triple threat wint de tip op. Ja, verrassend. Courtney kan toch best hoog springen. Ja. Even kijken. Mooie actie. Spin move en omhoog. Ja, rebound van Kort. Dikke rol voor Den Helder. Ja. En een steal, goede steal. Ja. Ah. Ja, opnieuw een steal, maar Kort verliest de bal. Ja. En nummer 1 is die Iris. Die, nou, dat is wel een goede speelster. Vorig jaar rookie, geloof ik. Ja. Ja. En nou, die heeft toch wel een aardige steal. Ja, maakt iedere wedstrijd ook veel punten. Punten, ja. Speelster om in de gaten te houden. Quinta. Drietje. De bal wordt nog binnengehouden, maar Den Helder krijgt de bal. Yannick in de aanval. Ja, snelle omschakeling. Actie van Zoe. Helaas niet goed afgemaakt. Nee. Dus nog een beetje aftasten lijkt het. Ja. Den Helder moet zien wat ritme te vinden. Ja. Een aantal hentels. Ja. Triple threat heeft niet echt centers en dat zie je ook al een beetje in het spel. Het is veel screenen en drijven naar de basket gaan. Ja, inside is Den Helder natuurlijk hartstikke sterk, dus daar gaan ze het lastig hebben. Ja. Maar goed, wel de fout mee. Absoluut. Nou ja, lekker dribbelen tegen die grote meiden van Den Helder is op zich ook een tactiek. Ja, daar weet je alles van, Roet. Ja, ik was er ook nooit zo goed in, laat maar zeggen. Het is toch irritant als iemand wat kleiner en sneller is. Ja. Ja. Je als center toch liever tegen iemand aan te duwen en te draaien. De eerste punten zijn dus ook voor triple threat. Ja. Nou, Yannick, van een goede aanval is belangrijk op dit moment. Ja, Courtney bij onder de basket. Ja, mooi gespeeld. Ja. Eigenlijk perfect afgeronde aanval van Den Helder. Ja. Super Courtney inside. Precies, of Jennis, een van de twee. Nou ja, en Zoe kan het ook. Ja. Weer de hand off. Goed gespeeld. Ja, mooi schotje. Den Helder moet gewoon in de verdediging even een stapje erbij doen. Het is nu net even te weinig. Of dat gaan switchen. Of... Ze laten die hand-offs makkelijk gebeuren. Ze zijn zo groot. Eigenlijk zouden die grote drie meiden gewoon kunnen switchen op dit moment. Opnieuw de pick and roll. Mooi, goed gedaan. Nu Courtney en Janet die voor elkaar het screen zetten. Ja. Ik zie dat Mario, de coach, even Lotte klaarstaan voor de wissel. Ik ben benieuwd voor wie de gewissel kan worden. Het is steeds hetzelfde spelletje eigenlijk, hè? Met het schotje van de vrije worplijn. De elbows. We krijgen toch steeds een goed schot af, dus daar moeten ze wat aan gaan doen. Ik denk dat Yannick hem wel had kunnen geven daar. Ik denk het ook. Gaat zelf voor de actie. Ja. Maar ja, goed. Ik snap ook wel als je twee keer de bal inside gegeven hebt. Dat je ook een keer voor je eigen drijf gaat kijken. Om het toch een beetje af te wisselen. Af te wisselen, ja. Zoe eruit en dan Lotte erin. Volgens mij kwam Zoe weer terug van een blessure. Of een beetje ziek geweest, geloof ik. Ja. Klopt. Tweemaal terug voor Yannick. Weg.
tweede vrije worp voor Yannick. Nou, dan staan we voor het eerst in de wedstrijd. Goede transition, een beetje snelheid. Goed schot van Kiki. Ja, mooi hoor. Ja. Snelle transition van Den Helder. Maar nu moet ze eigenlijk een tandje erbij in de verdediging. Voorpoos hem op tegen Lotte. Ja. En maakt hem netjes uit. Ja. Van een bonus ook. Maak hem goed af. Ja. Nou, ik vind dat triple threat scherp start. Ja. Een paar goede scores. Best wel een beweging in de aanval. Ja. Gebruiken hun snelheid. Zijn agressief in de verdediging. Nou, juist voor de tweede steal van de wedstrijd. Maakt hem goed af. Ja. Ik moet zeggen dat triple threat wat feller in de beginfase ook. Wat ik ook al zei, Den Helder moet iets beter gaan verdedigen of iets scherper in de verdediging. En triple threat doet dat goed, zijn agressief. Goeie score van Lotte. Ja, mooie actie van Lotte. Werd wel gedoubbelteam, dus voor de volgende keer moet ze daar even op letten dat ze of hem uitpaart of zelf gaat. Maar dit maakt ze goed sterk af. Ik denk als een helder in de hoek opspotten dat dat die paaslijn is voor Lotte. Klopt. Nou, hou het dicht, Lotte. Het is een goede actie, maar ik denk dat Lotte een stapje erbij moet doen in defense. Nou ja, de vorige keer was het een fout, hè? Ja. Ben je nog eventjes iets voorzichtiger? Coach Mario geeft Lotte even wat instructies. Ik denk dat hij dat zegt, iets fysieker spelen en meer naar buiten de bucket duwen. Ze komt veel te dicht bij de bucket en kan daardoor, ik wil niet zeggen dat een makkelijke score is, maar wel dicht bij de basis. Ja. En Yannick opnieuw aan de vrije worplijn. Ja, schiet ze allebei er weer in. Ja. Dit keer geen hand of maar even rondpassen. Ja. Een drie punt scorebordje. Rebound voor Den Helder. Ja. Kiki zet de aanval op voor Den Helder. Ja, en Nicolette het spel. Je ziet dat nu is de verdediging van triple threat iets minder agressief. En dan krijgen ze toch wel gauw dat schot. Ja. Moet je hem er nog wel in schieten, dat doet ze goed. Schiet met scherp, Kiki. Ja, je had eigenlijk een open layup. Ja. Het begint bij de losse bal bij Courtney, die ze niet. Eigenlijk zou ze die steal gewoon moeten hebben. Dan raakt ze eventjes aan en dan is bij de rebound ook weer net even niet. Het moet even een tikje scherper. Ja, opnieuw de steal voor triple threat. Ja. Kiki zet het vast. Krijgt daar een fout voor. Krijgt daar een fout voor? Ja. Misschien een beetje frustratie. En Amber komt het veld in bij Den Helder. Yannick. Kleine miscommunicatie tussen Courtney en Lotte leek het eventjes. Ja. En de actie over de baseline door Quinta. Tweede
soms is het ook moeilijk, hè? Dan is er een groot krachtverschil tussen de teams en dan kan je dat in het begin toch nog niet helemaal. Komt dat nog niet helemaal tot uiting? Dat je een beetje onwennig bent of niet precies weet de speelsters zijn en wat ze doen. Ja. Bammer houdt de bal gelukkig binnen. Oh, ja, goed gezien. Goed gespeeld. Quinta schiet met Ja. Je ziet dat Den Helders naar de baseline probeert te doen. En eigenlijk staat Lotte denk ik net iets te ver. Maar Quinta pakt de schot. Goed gedaan. Nou, ze hebben al een aantal schotjes vanaf de vrije worp bij geschoten. Double team op Lotte. Uitgespeeld naar de hoek. En een fout van Lotte in de rebound. Ik denk dat ze in de rug duwde. We hebben een wissel bij Triple Threat. Ja. Ook bij Den Helder komt Lin het veld in. Triple Threat gaat Phoenix eruit en die komt erin. Dat Nicky erin kwam, ja. En de tweede zit erin. Brengt het totaal 8 punten. Ik denk dat Floor Kleijers al een puntje of 5 gescoord heeft ondertussen. Ja. Begint goed in de wedstrijd. Tijdelijk out of bounds die voor Kiki wordt gespeeld. Ja. En dat is ondertussen ook de derde 3 punten voor Kiki. Dus die is lekker op schot. Ja, logisch dat ze hem voor haar ook spelen daar. Ja. Kiki rol. Wordt geswitcht door Den Helder. Ja. Goede rotatie. Ja, dan continu is die baseline eigenlijk vrij, hè, voor de drive. Ik weet niet of dat afgesproken is, dat dat zo moet, maar... De rebound voor Den Helder. Kijken of er een snelle omschakeling uit kan komen. Op de volle positie. Die heeft hem liever op de centerpositie. Ja, en daar zit ze met een dubbelteam bij. Weer een steal van Iris. En een aanvallende fout. We gaan even kijken wat de scheids zegt. Ja. Van Ruiven zegt dat het een aanvallende fout is. Ik denk dat het wel zo is. Ja, Janice is sterk en snel. En die kan dat soort acties wel pareren. Ja, goed op de voeten gebleven. Heeft er niet veel zin om er tegenaan te gaan. Het is ook de vierde teamfout van Triple. Beide teams nu in foute last. Dobbelteam inside. Van Kiki. Ja, dat is gelukkig gebal, maar... Ja, dat doet Kiki goed, hè. Ze komt naar de vrije worplijn om even die paas iets makkelijker te maken. Zodat zij hem door kan geven naar Unique. Ja. Waardoor lekker kan schieten. Weer de actie over de baseline. En door de beweging, doordat er wordt ingesneden, komt ze goed vrij. Ja. Dennis met de assist. Ik wil het gaan spelen. Veel drijven naar de basket. Nu moeten ze wat gaan beslissen, want we staan nog 7 op de klok. Ja, dan gaat hij van de klok.
Nicolai Joost. Die is lekker begonnen aan de wedstrijd. Haar 12e punt? Ja. Oh, ik dacht 5, maar er zijn ondertussen al 12. Zeker. Ik heb er een paar gemist. Ja. Maar ze hebben ook een aantal vrije worpen gehad. Ja, dat klopt. Dennis speelt makkelijk vrij in dribbeltje. Mooi hoor. Nou, dan zie je dat het 7 punten verschil aan het eind van het eerste kwart. En daar, ja, dit is ook een beetje wat ze moeten laten zien natuurlijk. Maar ik vind dat Triple Threat nog aardig makkelijke schoten krijgt. Ja. Maar goed, zo krijgen wij ook makkelijk een lay-up aan de andere kant. Dus mooi lift van Amber. Amber houdt even in en zet dan toch de lay-up door. Dat... Mooi. Nou, het is een klein gaatje geslagen. Ja, gelukkig wel, maar het is eigenlijk in de laatste paar minuten, in de laatste 3-4 minuten, dat ze een gaatje slaan. Die lijn moeten ze gaan doorzetten en ik denk dat ze nog een stukje agressiever in de verdediging. Ja, ik denk wat jij net zei, Roet, eigenlijk krijgen beide teams best wel wat makkelijke opties in de aanval. Ja, veel vrije schoten ook. Ja. Dus ik weet niet wat Mario gaat zeggen tegen het team van Den Helder. Of ze meer moeten gaan switchen of dat ze veel meer druk moeten geven. Ik denk dat hij wel wil dat Den Helder iets meer pressie gaat geven. Dat denk ik ook. Maar goed, ze zijn zo groot, ze zouden in principe best wel veel kunnen switchen. Dan hou je automatisch al wat meer druk. Ja. En aan de andere kant denk ik dat de coach van de tegenpartij best wel tevreden kan zijn. Want zijn team gaat aardig mee. Aardig mee heeft eigenlijk in het begin de toon gezet voor de wedstrijd. Ja. Want het team toont wel lef. Ja. En pakt de schoten. Pakt de schoten, inderdaad. Nou ja, en ik geloof dat ze wel 3 of 4 steals hebben gehad. Ja, dat mag eigenlijk. Dat is hartstikke goed van hun gedaan hoor. Maar ja. Mag Den Helder eigenlijk niet overkomen? Nee, precies. Maar dat doen zij dan goed. Dus ik denk dat hij zegt, ga vooral zo door en blijf gaan. Ik zie bij Den Helder dat Priscilla het veld opkomt. Amber eruit, denk ik. Nee, Amber zat ook nog in het veld. Oh ja, Amber zat er ook nog in. Kijk, voor Janice, is er gewisseld. Hij speelt nu met 2 grote speelders en dan 3 kleintjes. Ja. Nou, leuk dat Priscilla opwachting mag maken. Zeker. Goede ervaring voor die meiden om speelminuten te maken. De Triple Threat speelt een aantal, iets van 2 aanvallen wat ik zo een beetje gezien heb. 2-3 aanvallen en dat doen ze goed. Ja, ze hebben de handoff aanval. Ja. Ze zijn goed georganiseerd in die aanval, maar ja, het is ook heel veel drijven en dan weer pasen. Ja. Lijkt een beetje op de stijl van grashoppers eigenlijk. Ja, met beweging in de aanval. Ja. De bal moet eigenlijk eerder of... Ja, nu kon Linda eigenlijk niet zoveel meer mee. Nee. Net te weinig spin aan die bal van Priscilla. Goeie rebound van Koort. Ja, Lin moet gewoon met de rug naar de basket spelen of vangen en schieten. Ja, niet zo half in die short corner waar ze er eigenlijk niks meer mee kan. Ja. Ziet wel, zodra de bal inside gaat, dan gaan ze meteen dubbel teamen. Dus er moet iemand vrijstaan. Nou ja, en wat Kiki in het eerste kwart heel goed deed, is naar die vrije worp gaan. En daarna zichzelf beschikbaar maken of voor het schot of voor de paas naar de spel te verleggen vanaf daar. Eigenlijk moet ze dat vaker doen. En dan heb je een goede paashoek, het is makkelijker pasen voor de centers. Ja. En meer dreigingen in het midden. Ja. Ik hoop dat iedereen ons volgt hoor, hoe we dit vertellen. Ja, weer een mooie actie. Ja. Flowfire zit denk ik de helft van de punten ondertussen. Ja, zeker. Acties richting basis, doet ze goed. Wissel bij Den Helder, Zoe komt weer terug het veld in. Ja, en Lin gaat naar de bank. Kijken of Triple Threat nog wat aangepast heeft na het eerste kwart. Ja, dat is jammer. Zoe was wel helemaal vrij. Ja. Priscilla moet even die paas goed geven. Maar ja, daarvoor staat ze er nu in om dat een beetje te leren. Linda!
gespeeld bedoel ik. Je ziet continu twee man bij die centers. Ja. Moet eigenlijk iemand anders vrijstaan. Phoenix. Die raakt niks op dit moment. Den Helder weer in de aanval. Geef de bal maar aan Yannick. Ja, Sander. Die heeft zeker een rol. Hier komt weer de help. Hij is wel goed gespeeld door Den Helder. Ja, Amber zat helemaal vrij. Ja, volgens mij komt die help van die andere center. Dus die kan ook naar de vrije worplijn toe. Ja, dat die omhoog beweegt. Ja, ja. Goeie steal van Amber. Gespeeld. Ja. Aan de andere kant is wat gebeurd met Zoe. Heb jij het gezien? Nee, ik zag niet wat er gebeurde. Nee. Staat er nu gewoon weer op. Dat is altijd positief. Ja, gelukkig. Maar hij gaat wel strompelend naar de kant. Aan de kant van Triple Threat komen er twee nieuwe meiden in het veld. Scheid zegt dat ze weer kunnen spelen. Oh, oh, oh. Dat gaat net goed. Even kijken. Ja, weer de hand op aanval. Ja, en even een kleine miscommunicatie. Ja, er was een gaatje. Ja. Nou ja, goed. Ja, mooi gespeeld. De forwards van Den Helder hadden even een miscommunicatie in de verdediging. Gewoon de switchen. Ja. Gelukkig werd het niet afgestraft. Ja, Quinta valt daar goed aan. Waardoor Floor ruimte krijgt. Ja. Ja, kijk, in de sens van Den Helder moeten haar gewoon afstoppen. Het kan niet zo zijn dat zij... Dat doet ze hartstikke goed, hoor. Goed, tegen Courtney. Ja, maar Court zou er moeten afstoppen. Ja, Court zou er moeten afstoppen. Dus ze moeten er of hoger opvangen wanneer ze rolt. Dat ze niet zo dicht bij de basket komt. Volgens mij gaat ze ook steeds links naar de basket. Maar dat heb ik niet heel snel. Volgens mij de meeste vallen. Ja. Goed gesneden. Goed gesneden, ja. Hoor. Goed gedaan van Priscilla. Nou, het zou mooi zijn als ze nu eens even een tandje bij doen in de verdediging. Even een paar stops pakken. Ja, zonder fouten te maken. Stukje helpzijde. Ja, dat doet Yannick goed. Kijk, dat is mooi. Je ziet dat de Court even achterkruipt bij de center in de rotatie. Ja, dat is jammer. Ja. Phoenix de bal voor Triple Threat. Oeh. Yannick zat er goed bij, maar hij ging van de hand van Yannick over de zijlijn. Ja, hij blijft voor Triple Threat. Maar dat is wel, denk ik, de pressie die ze moet laten zien. Den Helder toch nog een beetje vermoeid is van gisteren. Ja. Dennis doet het goed. Ja, waardoor er ook een moeilijk schot eigenlijk komt. Die stopt net iets te vroeg af. Ja, met grote passen nodig. Ja, die had net iets één druppeltje langer door moeten gaan. Hij ziet nu ook dat Den Helder alles switcht. Ja. Wow, discutabele fout vind ik, maar goed. Vind ik ook. Nummer 23. Dennis staat goed te verdedigen op dit moment. Heel veel druk op Iris. Ja. Pick and roll.
Ja, nu maken we eigenlijk geen keuze. Hè. Wie neemt de rollende man? Wie blijft bij de dribbelaar? Wordt een beetje naar elkaar gekeken. Het is een beetje twijfelachtig. Ja, ik denk dat Mario dat ook ziet. En dat even iets scherper moet in de verdediging. Ja, ze doen dat tweemansspelletje aan de rechterkant. En dan is eigenlijk de help stap best wel een beetje verder weg aan weak side. Er moeten even keuzes gemaakt worden. Hoe gaan we dat doen? Ik denk dat hij dat nu gaat bespreken. Kan ik me iets bij voorstellen in ieder geval. Ja. Aan de andere kant, wat denk je wat ze aan de andere kant bespreken? Nou, ik denk echt vooral dat de meiden zo door moeten blijven gaan. Want volgens mij vinden ze best wel de open opties in de aanval. Ze maken goed gebruik van de mogelijkheden binnen het team die ze hebben. Ja, je zag net wel, als Den Helder de druk iets opvoert in de verdediging, dan komen er echt wel lastige schoten. Maar tot nu toe vinden ze goed de open man. Ja, zeker. Ja, en nummer 5, Floor Kleihorst, is toch wel een bepalende speelster voor triple threat in de aanval. Ja, ik denk dat Den Helder dat beter moet afstoppen. Ja, maar ik vind dat ze haar goed in stelling brengen. Ja, aan de andere kant zeker. Doen ze slim, ze zoeken wel degene op die lekker in de wedstrijd zit. Het verschil is ondertussen. Nog niet al te groot. Nee. Maar wel een moeilijk schot komt eruit. Ja. Nou, dan komt een andere jeugdspeelster bij Den Helder in. Elina. Die zit voor Priscilla. Mario blijft toch bij zijn 2 centers en dan 3 kleintjes. Hartstikke van de wedstrijd had hij even 3 grote mensen erin. Ja, zo begint hij inderdaad vaak. En in de wedstrijd wisselt hij dan naar 3 kleintjes. Ja, mooi schot van Poort. Ja. En een loopfout. Ja, loop overtreden. Nu dat ze bij de eerste 2-3 passes triple threat kijkt, eigenlijk niet bij die hand of niet meer voor de eigen acties. En dan na 3-4 passes gaan ze vast iets langer in de aanval kijken ze wat voor hun acties. Ja, ze bewaren op zich het geduld. Inderdaad, ze kijken niet. Nou, Eline krijgt meteen een schotkans. Nou, dat is een lekkere binnenkomen. Goeie draai van Eline. Past. Eline zit fanatiek op de bal. Even een misbruik. Ja, zit al. Dat verwacht je ook van speelsters die van de bank afkomen. Dat ze even een agressiviteit tonen. Ja, goed dat ze dat laat zien. Ja. Ja. Ja, met een score en balbezit doet ze het goed. Ja. We gaan weer in een time-out, want het gaatje wordt ook iets groter. Naast mij zit Maaike Klein, die heeft gisteren natuurlijk meegedaan, hè? Ja, we krijgen af en toe eventjes wat informatie van Maaike doorgespeeld op wie we moeten letten. Maar vandaag hebben ze niet gevraagd of ze meedeed. Nou, ik denk dat het vandaag ook een mooie wedstrijd is om de jongere speelsters op het veld te zien. En Den Helder is weer in de aanval. Ja. Ja,
uit van Yannick. Ja, goed aangevallen. Lekker agressief naar de basket. Aardig schot. Ja, rebound voor Den Helder. Beetje snelle aanvallen nu, twee snelle aanvallen. Ja, werd daar goed afgestopt zodat de paas naar de hoek lastig was. Zoeken naar Courtney, maar... Paas komt niet aan. Een beetje van Kiki. Allebei de kanten een beetje snel geschoten. Ah, dat is jammer. We krijgen een paar wissels. Oh, Kleijhoos gaat eruit. En Quinta gaat eruit. Nicky Kleijhoos erin. En Phoenix is erin gekomen. Dat was even een misverstand in de verdediging. Ja, er zat een hand op de rebound, maar die laat hem net even gaan. Ja. En Amber komt weer in voor Line. Ja, Line heeft een paar goede minuten gemaakt. Ja. Ja, het drietje van Iris. Courtney is even op de point guard. Ja. Oh nee. Heet hem toch af. Zoeken naar Courtney. Ja, moeilijk onder de basket uit om die af te maken. Ja, wel goed gezien van Court dat Kiki naar binnen sneed. Zonder dat Kiki meteen de fout erachteraan krijgt. Ja. Derde teamfout. Den Helder Suns. Dat is goed, een goede druk. Is die van Court? Ja. Ik denk dat Den Helder in defense wel probeert druk iets op te voeren. Ja. Waardoor het lastiger is voor Triple Threat om... Ja, ik zag Yannick, Kiki en Court sowieso al wat meer druk zetten nu. Ja, voorheen, want Jen is dat al, dat heb ik net niet gezien hoor. Maar die zal vast en zeker dicht op zitten. Ja. Je ziet dat Triple Threat ook graag ruim buiten de driepuntslijn op wil pakken. Mm-hmm. Beetje uit positie voor je aanval. Meter achter de driepuntslijn opgepakt worden, ja, dan sta je niet zo lekker in. Aan Den Helder om er iets meer in te dribbelen, iets dichter op die aanval. Makkelijkere paashoeken uit te zoeken. Ja. De 4 seconden is weer afgesteld. 9 seconden. Ah. Goeie stiel. Ik dacht om even snel een kort te geven. Amber zit goed op. Nou, nu dicht houden. Ja, nu is daar afgemaakt door Courtney. Ja, makkelijke scoren. Of makkelijke scoren, maar makkelijke scoren inside. Ja, snelle transition van Den Helder was dat. Je betreft weer in de aanval. Court zit er dicht op. Ja, je ziet dat er meer druk wordt gegeven nu in de verdediging. Er gebeurde wel iets. Hier durf ik geen uitspraak over te doen, over deze fout. Ik hou hem ook even stil. In ieder geval een baseline out of bounds wordt dat voor dit moment.
Mario haalt Korty naar de kant. Lin komt weer terug het veld in. Weer de fout van Kort. Goeie steal. Ja. Tenminste, goed getipt. Het is nog geen steal, maar wel een goede tip. Ja, ondertussen is het 42-24. Ja, toch wel echt een aardig verschil. Nu kijkt Den Helder eerst voor de snelle omschakeling. Dat lukt niet. En nu de aanval. Een goede draai van Amber. Ja, dan zet je ook druk op de verdediging van Triple Threat natuurlijk. Ja, Nick heeft een paar keer een drive gemaakt. Amber maakt een paar keer een drive. Ja, blijf je gevaarlijk. Zet je de verdediging ook een beetje onder druk. Ja, het blijft keuzes maken. Dus gaan we nu mee in het tempo of gaan we toch onze aanval afzetten? En daar moet een heldere gevoelsmatig, ja, doen ze dat nu iets beter in de tweede. Ja. In het begin van de tweede kwart hadden ze een paar snelle acties en dan zie je dat het heel rommelig is en een paar balletjes mis. En een snelle acties zijn niet altijd nodig als je... Nee, dat wordt nu goed afgewisseld. Ja. Tweemaal voor Amber. Dan blijf je als ploeg ook gevaarlijker, hè? Als je je momenten uitkiest om voor snelheid te gaan en dan weer rustig op te bouwen. Ja, dan is het toch of zo weer 20 punten verschil. Ja. Triple Threat, wij hebben minder gescoord. Ze gingen natuurlijk in het begin veel aanvallen raken. Veel schieten en veel raak. Ja, en nu valt het schot niet zo lekker. En dan wordt het gat geslagen. Ja. Maar ik denk dat Den Helder dat ook wel afdwingt. Moeilijkere schoten krijgen. Ja, ze zoeken het ook iets minder inside. Triple Threat zoeken iets minder inside bedoel ik dan, hè? Ja. Kiki draait en krijgt de fout daarin mee. Vrije worpen gaan er lekker in vandaag voor Den Helder. Ja. Misschien gisteren iets lastiger, maar vandaag... Ja, mooi, deze ook. Nou, nog 40 seconden op de klok. Nou, dat is goed verdedigd van Lin. En dat is een mooie score van ja, Ellen. Goed gesneden. Nou, ik denk dat je niet voor één aanval gaat. Dat denk ik ook. Je kijkt even naar de klok. Oh. Ja, dat is een mooie baas. Ja, ja, open lay-up, hè. Maar nog 3 seconden op de klok. Triple Threat heeft er niet helemaal door, gelukkig. Nee. Tenminste, een aantal speelsters wel, een aantal speelsters niet. Maar degene die de bal kreeg niet. Dus ja, komt eigenlijk geen schot meer uit. Nou, we gaan rusten met een stand van 48 tegen 26. Ja. Meteen weer terug. Ja, ik denk dat wij eventjes naar Mijnert gaan in de kantine. Mijnert Kitchen, hè? Ja, gaan we shout-out, hè? Naar Mijnert Kitchen. Ja, we gaan even een bakje doen. Tot straks. Tot straks.
Dit is Den Helder. Stad aan zee. Precies op het randje tussen rust en reuring. Altijd een frisse wind door de straten die alles met elkaar verbindt. Wonen en werken, leven en leren, de kust en cultuur. Want Den Helder heeft altijd het beste van beide. Thuiskomen en erop uitgaan. Creëren en recreëren. De stilte en de storm. Den Helder kan je nieuwe baan zijn. Je nieuwe huis, je nieuwe toekomst. We bouwen, herbouwen, verbouwen. Timmeren altijd aan de weg. En we groeien. Ontwikkelen is onze tweede natuur. Zoals de natuur ons tweede thuis is. Nergens liggen ze zo dicht bij elkaar als hier. Een stad van oude ambachten en nieuwe technologie. Van verdedigingslinie en wereldwijde veiligheid. Van offshore en in de haven. Hier schuurt het verleden tegen de toekomst. En laat ons zien waar we van gemaakt zijn. Standvastig, maar buigzaam, vinden we ons telkens opnieuw uit. Bij tegenwind laveren we. Bouwen we weer op. Den Helder is je opladen aan wind- en zonne-energie. Je hart luchten. Den Helder is uitgaan tegen het decor van een oude werf. Het is een drankje pakken met vrienden, een film of een museum. Een goede golf misschien. En kansen. Die ook. Er liggen er genoeg. Den Helder, het einde van de wereld, zei je. Hier begint het pas. Make things better, but only together, yeah.
it all right. True to the game before there was a game. Loyal to the ball before there were buckets. When Spalding created our first basketball in 1894, we didn't follow the competition. We set the standard. And we never stopped innovating, improving, adapting to meet the changing needs of the player and the game. We didn't make the rules. We made the ball. I'm gonna make it better.
daar zijn we weer voor de tweede helft. 28-26. Nou, we zitten er weer klaar voor. Yes. We hebben de statistieken er ook eventjes bij gepakt. En Wat valt op? Nou, wat valt op? Als je kijkt naar Den Helder, zijn de scores toch wel wat beter verdeeld. En bij Triple Threat moet het voornamelijk van Floor komen. Ja, dat zagen we natuurlijk al, dat klopt. Die hebben ze het eerste kwart veel gezocht. Ja, en ook een hoog schotpercentage. Dus schieten 71%. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En nog een aantal, ik denk dat ze iets van 6 of 7 vrije worpen heeft gekregen. Ja. En in het tweede kwart heeft Triple Threat eigenlijk maar 6 punten gemaakt. En Den Helder is lekker door blijven scoren. Ja. Ja, die hebben daar het gat van 20 punten geslagen. Dus ja. Dus ik denk dat het zaak is aan Den Helder om de drukken goed op te houden. En dat ze zo kunnen uitlopen. Ja, de lijn van de tweede kwart moet ze gewoon door gaan zetten nu. En dat geeft dan ook de kans om de jeugdspelers nog iets meer speeltijd te geven. Ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de taak dan, hè, vind ik, van de ervaren speelsters. Zodat de jeugdspelers wat kansen krijgen. Ja, net wat jij zei, bij Triple Threat is nummer 5 Floor Kleijhoos degene die de meeste punten maakt. Verder heeft Roos Warmenhoven nog 4 punten gemaakt en nog 2 speelsters met 2 punten. Dus zij is wel degene die ze in de gaten moet houden. Ja. En af moeten stoppen. Nou, daar beginnen ze ook meteen wel weer mee. Ja, ja. Dat doet Triple Threat toch goed. Dit keer zit Corny er wat dichterop en blokt het schot. De bal wordt even opgehaald. Ja. Pick and roll. Yannick zit er goed bij. Ja, en scoren via het bord. Ja, maar die tellen ook. Zeg, die tellen ook met bord. Ja, die tellen ook, ja. Van nummer 2, Phoenix Sotijn. Courtney zoekt inside, krijgt hem weer terug van Janice. En Yannick staat helemaal vrij. Prik ja, maar wel goed. Erin. Ja, wel goed, goed doorgepaasd nog van Court. Ja, Court moet daar even stoppen nu. Dus het gaat de hele tijd over links, hè. Dat zagen we in het eerste kwart, tweede kwart ook al. Alle acties zijn vaak over links. Dus is ook toevallig Courtney's favoriete hand, de ja. linkerhand. Daar zagen we hem net. Duidelijk gecommuniceerd aan de kant van Den Helder. Ja. Den Helder switst al die ja. hand-offs. Pick and roll weer. Janice zit erbij. Courtney zit erbij. Ja, Janice die staat daar goed in de helpside. Ja. En dan moet Courtney eigenlijk naar de hoek. Ja, mooi gespeeld hoor. Leuke actie van Kiki. Nou, ik hoop dat we nog meer van dit soort leuke acties zien. Ja. De Helder speelt daar pressie. Ja. Denkt Pinter naar de baseline. Ja. Eigenlijk, Amber komt nu op die center uit. Eigenlijk kan Janice gewoon overnemen en kan Amber gewoon weer omhoog naar degene op de driepuntslijn. Ja, dat zou een mooie rotatie ja, zijn. Daar hebben ze genoeg tijd voor. Ja, helemaal in het hoekje innemen. Niek wijst er ook even van haar. Ja, zo. Goeie interceptie van Janice. Kiki neemt hem naar de baseline. Wordt een fout opgemaakt. Snelle dribbel van Kiki, mooi. Ja.
Ja, voor de lay-up, dus dan is het achterlijn innemen helaas. Slimme fout. Ja, mooie baan, ja, Dennis. Dennis de wedstrijd, hè. Dribbeltje in de bucket. Ja, nou zie je dat Trippeltred drie keer achter elkaar balverlies heeft. Dan wordt het krachtsverschil iets groter nu. En Den Helder scoort of krijgt een fout mee. Ja, Den Helder vindt eigenlijk de goede opties ook wel in de aanval. Ja, gaat wel snel om. Ik denk dat als ik de coach van Trippeltred was geweest, had ik nu even een time-out genomen en misschien even wat anders gedaan. Qua verdediging of qua aanval. Ja, en ook even om het ritme te breken. Absoluut. Wat ballen om je oren krijgt. Nou, Courtney gooit er met links nog een vrije worp in. En de tweede gaat ook raak. Den Helder neemt de tijd in de aanval, doet ze goed. Ja, een beetje rust. Rondpasen, goed kijken en een mooi 3-2. Ja, dat is er eentje van Kiki, hoor. Onze drietje is dat Roet van Kiki. Ik denk dat ze 4 of 5 schiet. Dus dat is een... Nou, daar mag ze tevreden mee zijn. Dat is een lekker percentage. Ja. Nou ja, en als je zo lekker schiet, dan wil je ook ieder schot wel nemen, hè, als je vrijkomt. Ja. En wat je zegt, Roet, inderdaad kiest de coach voor een time-out. Ja. Ja, want Den Helder heeft ondertussen alweer 11 punten gescoord en Trippeltred 3 punten. En dat was die 3 punten tegen het bord. Ja, dan gaat het eventjes te hard. Ja. Daarom zeg ik, ik zou het in de verdediging even wat aanpassen om te kijken of je wat aanvallen kan doorbreken. Ja, wat je gisteren zag in een wedstrijd bij Binnenland, die kreeg ook wat ballen om in de oren. En de coach van Binnenland schakelt over naar een zone en daar had Den Helder het toen even lastig mee. Precies, ja, soms is het even twee aanvallen en een andere look. Ja. Even een team ontregelen. Ja. Maar ja, we zitten hier voor Den Helder natuurlijk, hè, vandaag. Ja, dus Den Helder lekker zo door blijven gaan. Ja. En Lotte is in het veld gekomen. Ja. Ja, Nick zit er goed op, verdedigend. Ja. Goeie switch met Amber. Kijk, en dan... Ja, daar moet Lotte eigenlijk geen fout meer op maken. Ze staat een beetje onder de basket. Het is een moeilijk schot. Ja, zonde. Nou ja, dat is goede ervaring. Het is ook de vierde fout van Lotte, dus dat is zonde. Eerste raak. Goeie rebound. Ik speel rustig de aanval rond. Pick and roll. Amber kijkt voor de kans. Ja, daar zit het. Ik denk, hier is nog met de hand aan. Blockshot. 9 op de schotklok. Dit keer valt hij niet voor Kiki. Als ietsjes verder, dan kan ze die makkelijk schieten, daar niet van. Nee, het was best een snel schot moeten nemen. Nieuwe schotklok weer, 40 seconden. Ben ik helemaal vrij. Nou, Lot.
wel goed gespeeld, die out of bounds. Het is hoe Den Helder hem wil spelen. Ja. En die komt ook helemaal vrij. Ja. Voor Lotte had er misschien nog iets meer in gezeten. Te rebounden. Soms valt hij gewoon niet zo lekker, hè? Ja. Ja, Jens met een handje erbij. En nu druk geven. Ja. Goede pressie gegeven. Ja, dat doen ze goed. Zodra de bal vast is, gaat iedereen overspelen. Dan wordt het toch voor Triple Threat moeilijk om die bal te pasen. Tegen 1. Moeilijk schot. Krijgt nog wel een schot af. Ja, maar je niet blijft er goed tussen op de voeten. En dan in transition even rustig weer. Oh, daar gebeurt wat in de post. Aanval met de fout van Lotte. Ja, dat is jammer voor Lotte, want dit is de vijfde. Dus ja. Een beetje lullig als je hem op zo'n manier krijgt. Het gaat gevecht aan in de post, hè? Ja. Dus een beetje onterecht. Scheidsrechter ziet niet altijd alles, maar in dit geval zag ik ook dat ze de arm wel om de man heen deed. Ja, goed erbij van Janus. Ja, dubbelteam van Janus. En je ziet dat Lin iets meer druk geeft in de rug ook. Ja, ja, dat is mooi. En wat Janus daar goed doet onderin, die zit er altijd even met een handje bij. Ja, 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 die gokt een beetje af en toe. Hè. Even kijken van, kan ik een steal pakken of niet? Goed geroteerd van Lin daar in verdediging. Die wil pakken. Goede positie van Janus onder de basket. Snel mismatch te pakken. Ja, en dan zie je in transition. Hè. Janus pakt heel goed die positie onder de basket. En dan moet er ook snel de bal komen, anders sta je 3 seconden. Ja. En Amber geeft die ook snel. Wissel aan de kant van de Triple Threat. En ook bij Den Helder. Ja, Priscilla komt erin voor Den Helder. Yannick gaat eruit. Potje voor Janus en die valt. Alle tijd om te schieten. Ja. Ja, de eerste helft had Janus nog niet zoveel gescoord. Nee, het is er nu even aan het... Had ze wel een paar mooie assists. En nu scoort ze iets meer. Er komt natuurlijk ook Cortis eruit. Ja. Yannick is eruit. Lin is erin, dus dan kan ze ook iets meer de scorende rol op zich pakken. Janus is altijd in dienst, speelt altijd in dienst van het team. Dus als ze scores nodig hebben, dan is Janus er. En als ze de verdediging nodig hebben, dan doet ze dat. Past zich echt aan. En is, dit is daardoor een prettig team groot. Ja, zeker weten. Nou, deze keer een snelle omschakeling van Triple Threat. Pak eerst de steal eronder in. En, scoren van Pien Hartman. Komt net het veld in. Mooie actie van Kiki. Beetje de signature actie van Kiki ook. Hij moet het zelf versnellen. Dat is haar vijfde persoonlijke fout. En aan de kant van Triple Threat gaat Phoenix eruit met 5 fouten. Ja. Komt Iris er weer in. Ik denk dat het zonde is voor Triple Threat, want Phoenix brengt wel snelheid in het spel. Absoluut. Een organisatie. Ik zie nu ook dat Triple Threat veel meer buiten de driepuntslijn speelt, dus moeilijker aan kan vallen. Goede rebound. Het drietje was ook al wat verder achter de driepuntslijn. Ja.
voetballen. Amber pakt de bal snel op. Ja, eigenlijk wil Lynn de bal zo snel mogelijk weg. Ja, het duurde even voordat er iemand kwam. Omschakeling. Wordt eruit gehaald. Mooie actie. Ja. Goed schotje daar. Inside gezocht. Kiki wisselt ook een beetje af. De ene keer inside, de andere keer gaat ze zelf. Ja. De bal is voor de Helder. Lien stond daar wel helemaal vrij, dus dat, ja. Dat schot moet ze ook nemen dan. Nou ja, synthesizer kan je schot nemen op de driepuntslijn, maar je kan ook een stap naar voren zetten en op de vrije worplijn een schot nemen. Beetje te ver? Ja, zij heeft dat schot wel hoor, maar ze heeft er nog geen enkele geschoten. En als je een meter naar voren stapt, ben je ook vrij. Is het iets makkelijker schot. Ja, dat is zeker zo. Maar ja, dat zijn keuzes, hè. Momentopnames. Stiel voor Uniek. Ja, Uniek. Naar Priscil. Priscilla vrijlopen en die rond goed af. Ja hoor. Maak ze nog goed af. Switch. Die vind ik er zo mee. Ja. Dennis en Lin zetten onderin het screen voor elkaar. Dus dat betekent dat één van de twee eigenlijk... Ja, een hele goede positie onder de basket heeft. Zoeken het veel inside. Ja, fijn voor Lin dat ze het allebei erin gooit. Oh, ik zie trouwens dat de fouten was bij de... Dus alles is 2 maal? Ja. Jenna zag wel dat de wissel eraan kwam. Ja. Ja. Goed, die komt erin. Fijn beweging. Roos. Dennis even omhoog. Dan krijg je het contact. Even gokken. Ja. Laatste maal. De tweede gaat erin. Brengt Roos haar totaal 9 punten. Dat gevoelt een beetje. Dan staat er naar achter. Miss, van de Priscil. Nog een kans, maar die wordt geblokt. Die krijgt de fout mee. Ja, biedt zich meteen aan daar om de bal te krijgen. Ja, doet ze ook goed hoor. Ze maakt hem zelf ook een beetje contact. Ja. Het is wel een fout, maar ze zoekt het ook een beetje handig gedaan. Ja. Dat is ervaring, hè? Gente van Triple Threat is eruit. Nu een kleine... opstelling. Ja, zo zat de Helder toch al heel wat keren nu aan de vrije worplijn. Ja, absoluut.
goede versnelling van Iris daar. Trippeltreppen, toch nog de rebound. Ja, aanvallende fout. Janiek laat ook zien dat de fout wordt gemaakt. Fout nummer 8, derde persoonlijke fout. Ja. Ja, dat is zonde. Dat was een mooie actie voor je, van Janiek. Van eigenlijk koos te koos. Want Courtney. Courtney denkt, ik ga 1 tegen 1. Power up. Ja, ik wil nog even gaan voor een lange aanval, maar Court denkt, nee hoor. Nee. Triple threat krijgt nog een aanval. 11 seconden op de klok. Ja. Verre schot. Ja. Die slingert dan nog even naar de andere kant. Ja, die telt niet meer mee. Nee. Ja, het verschil tussen beide ploegen wordt wel steeds groter, hè, Roet? Ja. Ik ben benieuwd of Mario nog wat speelt. Ik ben benieuwd wat Mario nu bedacht heeft. Ja. Het vierde kwart. Mario kennen wil hij vast dat de ploeg echt tot de laatste seconde door blijft gaan. En ook wel druk blijft geven. Den Helder heeft wel een druk programma. Gisteren natuurlijk een wedstrijd, vandaag een wedstrijd en donderdag weer voor de beker. Precies. Ja, druk programma. En dan denk ik, nou, wat gaat hij nog doen in het vierde kwart? Wie gaat er nog spelen? Er is nu van alles mogelijk. Staan zoveel punten voor. De ploeg van Triple Threat is niet zo groot. Dat die ook wel een beetje vermoeid zijn ondertussen. Ja. Komen er nog meer in. Volgens mij heeft iedereen gespeeld trouwens hoor, bij Den Helder. Ja, volgens mij ook, ja. Bijvoorbeeld ook een team er neerzetten met alle jeugd, bij zo'n spreken. Ik ben benieuwd of je dat op het laatst misschien nog gaat doen. Nou, Courtney verdedigt de point guard. Ja. Veel beweging in de aanval van Triple Threat. Dan krijgen we een goede schotkans. Ja, één loopt daar tegen het blok op. Ja. Nou, Triple Threat pakt de speelsters gewoon op, vroegtijdig. Ja, inside hebben ze natuurlijk veel overmacht. Ja, een schotje van de buitenkant en een mooie rebound van in. Die pakt ze ook de puntjes mee. Ja, en Priscilla moet dat schot ook nemen hoor. Nou, Den Helder is lekker aan het roteren in de verdediging. Ja, dat valt op. Ze staan geconcentreerd te verdedigen.
Er wordt overgenomen zoals er getraind is, volgens mij. Een beetje tempo. Oeh, ik dacht allemaal die kan doorlopen voor de lay-up. Maar... dat dacht ik ook. Courtney stapt iets te ver van de basket. Had even dichter naar de basket moeten stappen. Ze stapt een beetje naar buiten, naar de zijlijn. Ja. Terwijl ze eigenlijk onder de richting de onderkant van de basket moet. Ja. Maar krijgt de fout mee. Dus met twee maal. Aan beide kanten een wissel. Ja. Nou, er komt nog iemand. Jammer, Kort mist de vrije worpen, maar goede rebound van Lin. Ja, en Eline daar vrij. Oeh, een beetje hard was die paas. Hard en hoog. Ja. Kort pakt meteen positie inside. Ja, eigenlijk moet Kort natuurlijk gewoon 1 tegen 1. Ja. Soms is het moeilijk als center dat je van die kleine speelsels om je heen hebt. Dan weet je echt niet zo goed van, sta ik nou vrij of niet? Is er een dubbelteam of niet? Ja. En je moet natuurlijk in een split second beslissen. Je staat er dan al eventjes. Dan kiezen ze er toch voor om naar buiten te pasen. Terwijl ze eigenlijk gewoon 1 tegen 1 kan. Ja, maar moeilijk te zien dus wat je zegt. Ja. Oeh, daar kwam Kort eigenlijk helemaal vrij. Alsnog de bal naar haar toe. Nou, nu is het een kwestie van meten en peren. Zoals ik dat nu, is even spierballen tonen volgens mij. Dat ik omhoog ga en wie er dan ook staat. Ik ga gewoon. Ja, je hebt niet zoveel fysiek contact, hè? Dus als center is het lekker als je een beetje fysiek contact hebt. Want dan weet je waar je verdediger zit. En deze ploeg heeft natuurlijk niet zo heel veel body, letterlijk en figuurlijk. Mm-hmm. Dus dan is het soms een beetje gokken. Ja. Moet ik nou omhoog of niet? Nou, lekker, deze gaat erin. Ja, de tweede ook. 19e punt. Nou, goed van Kort. Eline overspeelt. Goeie rotatie van de Helder, maar... Jumpball. Komt NL er goed weg? Ja, Nicky die draaide daar goed weg. Ja. Onder het bord. Amers zet de aanval op voor Den Helder. 24 seconden overleden. Al in de high post, mooi gesneden. Jammer dat Eline hem niet afmaakt, maar een mooie actie. Ja. Ik vond het nog wel aardig verdedigd. Ze zat er goed voor vanaf onze hoek. Ja. Had ook nog misschien wel een kleine push-off kunnen zijn, maar... Ja. Ik verder niet zoveel consequenties. De achterlijn innemen voor triple threat. En Den Helder gewoon weer lekker hard verdedigen. Mooie crossover. Ja, haalt de bal terug. Ja, goede actie. Zeker, een mooie drijf was dat. Goed gelezen waar de verdediging stond. Kiki denkt, die is me even te lang. Ja, maar ze komt toch weer uit. Maar Daniel, dat kruipt er eigenlijk een beetje te dicht op elkaar, waardoor er niet duidelijk de vrije man gevonden kan worden. Spacing dus. Ja. Het is ook de vierde teamfout van triple threat. Dennis komt weer in het veld. Dennis kijkt voor Kort, maar die staat nog met haar gezicht naar de basket, dus die ziet het niet. Ja, mooie actie. Ja.
ja. Ieder draait zich om en ziet zichzelf helemaal vrij staan. En het is wel een schotje voor haar, dus is goed. Eline, oh. Courtney Willem daar wel, laten we zien. Courtney was ook helemaal vrij. Nou, lekker. En Kiki beantwoordt het drietje van Iris. Ja, Kiki speelt een goede wedstrijd hoor. Ik weet niet of het een drietje was trouwens. Ze stond met de voet op de lijn. Was het een drietje? Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Nou. Goed weggedraaid van Koort. Makkelijk. Ja. Mooie actie. Dat triple threat nu heel veel snelle scores, of tenminste snelle schoten neemt. Snelle schoten neemt, ja. Ja. En daarmee loopt de score ook wat sneller op. Ja, daardoor krijgt Den Helder wat meer aanvallen. Ja. Oh, mooie actie, helaas. Nou, ja, en Koort... probeert het ook gewoon vanaf de driepuntslijn. Ja, kan ze ook, hè? Ja. Heeft het schot wel hoor. Ja, doet Courtney goed. Ongemerkt scoort Courtney toch zo 20 punten. Die sprokkelt de hele wedstrijd door punten. Ja. Ja, wat je zegt Roet, triple threat die neemt wat snelle schoten. En als die bal niet valt, dan... dan krijg je maar aan de andere kant om je oren. Ja, en daardoor loopt het gat nu ook wel iets sneller op. Ja. Je ziet nu ook dat bij triple threat dat ze iets meer op hun individuele kwaliteiten spelen. Dus ze drijven zelf. Ze gaan iets meer solistischer dan in het begin van de wedstrijd. Wat ook logisch is. Ja, ja. Maar ik denk dat de coach al iets meer rust in het spel wil zien. Ja. Ja, wat zal Mario zeggen? Wat zal Mario zeggen? Nou, probeer die 100 te halen. Nee hoor. ik denk vooral die combinatie inside-outside proberen te bewerkstelligen. Ja. Krijgt ze veel kansen. Ik denk dat Den Helder dat op dit moment gewoon hartstikke goed doet, die afwisseling. Ja, kijk, wat hij nog kan zeggen is in de verdediging de baseline meer dicht houden. Ik denk dat ze daar nog wel wat uitscoren. Ja. Veel wat dreiging uit hebben. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter tegen Courtney zegt. Oh, ik zag het even niet. Courtney kreeg wat instructies van de scheidsrechter, dus... Dus moet je ergens op letten in de defense. Ja. Bij Den Helder is volgens mij niemand in foutenlast. Alleen Lotte is eruit gegaan met 5 fouten. Ja. En verder is het allemaal 1-2-2 fouten, dus dat is lekker. Ja. Kan je lekker vrij uitspelen. Nou ja, hij heeft dus in ieder geval gezegd dat ze goed druk moeten zetten in de verdediging. Ja, een harde switch daar zagen we. Op je voeten. Nou, Janice, ja, goed geroteerd. Dicht. En nou zie je ook dat ze op de linkerhand verdedigen. Janice houdt de baseline dicht aan de linkerkant. Kiki vrij. Ja, mooi. Goede transitie. Ja, mooi hoor. En wederom duikt Kiki weer in het midden van de bucket, hè? En Kiki duikt op waar de gaten zijn. Ja. Snel schot van triple threat. Ja, en dat levert dus nu niks op. En dan moet je weer verdedigen. Ja. Want dat is ook de consequentie als je heel snel schot verneemt, moet je ook heel veel verdedigen. Ja. Ik ben benieuwd voor wie ze zometeen... maar eerst moet ze even verdedigen. Ik heb een mismatch natuurlijk met Janice. Net geen lekker paasje. Amber moet even sneller bewegen. Goed drietje van Kiki. Ja, mooie score. Wat je in die vorige aanval zag, dat Amber eigenlijk niet bewogen, wat Kiki wel deed. En dat kan Amber eigenlijk ook doen, hè? En dan heeft ze ook in het midden die vrije score wat Kiki heeft. High low. Kom op, Janice. Jammer. Seconden op de klok, 5 seconden. Ik denk dat Janice buiten het veld stond. Ja. Ja.
uitbal gegeven. Het lijkt alsof Janice een beetje energie mist op dit moment. Hij heeft ook al heel wat minuten gespeeld. Ja, precies. En ik denk gisteren ook. Ja. Nou, een soort van shake en bake en daarna een drietje. Ja, een drietje. Maar het is wederom een individuele actie, een individueel drietje. Deze valt toevallig goed. Of toevallig niet, maar gewoon een goede score. Speelt. Mooi gespeeld. Assist van Janice. Opnieuw een driepunter voor Kiki. Ja. Ik ben benieuwd hoeveel ze er uiteindelijk heeft gemaakt. Ik denk een stuk of 6-7. Helder pakt de bal weer op. Ja, nou ja, we hebben nog kans om de 100 punten te halen. Ja. 3 minuten gas geven, dan kan het nog. Als speelster is dat op zich altijd best leuk, toch? Als, als team, als je de 100 kan halen, dan ga je er ook al voor. Goed gesneden. Ah, ja. Push in de rug van Janice. Door triple threat, zijkant, achterlijn de bal. Kan als scheids ook de keuze maken om door te laten spelen. Ja. Oh, het is 2 maal, want het is natuurlijk 5 fouten. We zitten in de foutenlast. Voor de score van 100 is het gunstig als we de tijd stopzetten en de 2 maal hebben. Ja, zeker. De coach van triple threat roept zijn ploeg even bij hem. Om nog wat mee te geven voor de laatste 3 minuten. Tweemaal benut voor Janice. Tot aan 10 punten. Dat is weer lekker, dat geeft ook energie. En net een goede paas, dus super effectief. Ja. Snel drietje. Dan rolt eruit. En Cordy denkt coast to coast. Ja hoor. En one. Hoep hoep. Cordy wordt zometeen gewisseld naar de vrije worp door Colin. Ja, alleen moet nog even wachten. Ja. En Kiki gaat eruit. Ook een wissel. De kans van triple threat gaat uit met 5 fouten. En Kort maakt deze ook. Dus dan 96-48 met nog 2-44 te spelen. Eén paas drietje. Ja. Goed gespeeld. Priscilla mooi naar de hoek gesneden voor een goede paashoek naar Janice. Ja. Door Janice via de baseline hem af kan maken. Ja. Nog 2 punten. Dus als Eline hem maakt, dan mag ze tracteren. Nee. Dat wordt een fout. Nou, misschien mag ze dat maken aan de vrije worplijn. Fout nummer 1. Ik kom toch nog sneller aan het 100ste punt dan dat ik gedacht had. Gaat hard. Zich een leuke wedstrijd natuurlijk. Niet super agressief. Niet vriendschappelijk gespeeld, zou ik zo zeggen. Er worden wel fouten gemaakt. Geen hele harde wedstrijd. Ja, soms is het ook wel, dit soort wedstrijden zijn soms ook wel moeilijke wedstrijden voor de scheidsrechters. Ik denk dat het een leuke wedstrijd is om naar te kijken. Ja. Iedereen wel de kans krijgt om te spelen, om zijn wedstrijd te spelen. Goeie draai van Quinta. Ja, een triple threat gaat ook gewoon door. Dat is wel een beetje een actie van Priscilla. Ja, die maakt ze vaker daar al. Ja. Ah, misschien nog een drietje. Helaas gaat die er niet in. De rebound voor triple threat. En nog 1,5 minuut. Ja, je ziet het. Iris en
speelt ze individueel gaan kijken voor hun schoten. Den Helder zet er toch meer op en kijkt meer voor een team aanval. Rondspelen. Ja. Pick and roll. Ja, daar kon Lin net niet bij die bal van Brazilië. Maar leek een goede paas voor ons. Nou, we staan op 99 punten. Ja, wie gaat er voor het 100ste punt? Nou. Mooi. Toch Eline. Toch Eline, ja hoor. Ja. De vrije worpen heeft ze niet opgemaakt. Maar toen met Leopje wel. Nou, daar wordt een appeltaart bakken voor dat Eline. Ik, ja, dat denk ik ook. Over de 100. Iris gaat nog een keer 1 tegen 1, maar die kan hem niet meer afmaken. Nee, op zich een goede actie hoor, wat ze maakt. Alleen... Oh, net ook. Ja. Maar ja, die speelt ook bijna de hele wedstrijd volgens mij. Dus... Ja. Waar fluiten we nu voor? Een fout, tweemaal voor Lin. Quinta Verschijndel maakt er een fout op Lin. Ja, de meiden van Den Helder zijn nu wel een kop groot in de poos. Ja, nou en of. Ja, dan kan je kan of laten scoren of een fout maken. Als je nog een fout te geven. Die schiet er ook goed in. Totaal 10 punten. Beetje rebound voor Amber. Ja, uiteraard. En Eline in de break. Hopelijk kan ze hem afmaken. Goed zo. Ja hoor. Mooi gedaan. Leuk. Mooie paas voor Amber. Eline heeft er nog wel even zin in. Ja. Ja, die denkt, ik heb de laatste drie, vijf, zes punten gescoord. Ik kom maar door. Ja, ja, en een steal. Nou, ze heeft voor het uitkiezen. Oh! Oh! Nou, ze had nog iets meer tijd, maar... Ik denk het ook. Ze heeft in ieder geval een schot genomen voordat de laatste seconden waren. Ja, dat zeker. Nou, ja, goede overwinning denk ik van Den Helder. Zeker. Zeker een goede overwinning. Iedereen gespeeld. Courtney, Kiki, Yannick natuurlijk goed gespeeld. Janice. Ja. Iedereen zijn punten een beetje meegepakt. Leuk. Ik denk dat de meiden van Triple Threat tot het einde toe wel hard hebben gewerkt. Ja. Zeker gewoon hun spel gespeeld. Ja, zeg ik aan het eind iets minder, meer individueel. Maar goed, dat is ook te verwachten. Een leuk team voor de toekomst. Het zou mooi zijn als ze, laten we zeggen, wat ervaring of wat buitenlanders erbij krijgen. Ja, weer in balans is. Ja. Je kunt zien dat ze wel leuk samenspelen. En leuk. Maar ja, Den Helder natuurlijk aan hun stand verplicht als je nummer 1 bent, dat je van de nummer 9 wint. En dat doen ze goed. Ja. Nou, ik denk een goed weekend voor Den Helder. Twee overwinningen. Punt in de tas. Ja. En donderdag voor de beker. Oh ja, donderdag voor de beker, dus dan moeten we weer kijken. Ja, voor de kijkers, voor de luisteraars thuis, donderdag weer een wedstrijd op programma. Ja, en wie zijn er dan de commentator? Dat weet ik nog niet. Nee, ik ook niet. Nou, verrassing voor andere mensen. Dank voor het kijken allemaal. Ja, dank voor het kijken. En tot donderdag. Yes. Thank you.
rest ons nog de bosbloemen voor de speelster van de wedstrijd. Bloesem, Middenweg, Patrijzenstaart. 6-3 punters. 27 punten. Kiki. When I'm a bunch of bunch of jazz, I'm too possessive, so I'm